Een koude dag vandaag, maar toch de moeite waard om even bij de ijsbaan te kijken. TOG is open, de anderen waren nog dicht. Maar natuurlijk willen we dit plaatje even laten zien hoe gezellig het hier is, ondanks de kou. Een hele drukte binnen en de jongens die allemaal klaarstaan om te gaan schaatsen. Hoe heet jij? Mikai. Mikai, hou je van schaatsen? Ja. En kan je een beetje schaatsen? Ja, heel goed. Hoe goed kan je dat dan wel? Dat weet ik niet echt. Maar een beetje wedstrijden, zou dat al kunnen? Ja. En je hebt hele mooie schaatsen. Zijn het Noren? Volgens mij wel. Oké, en wat kan je nog meer goed? Ook sporten een beetje. Ik zag een filmpje, zag ik. En dansen kan je ook? Ja. Eigenlijk kan je heel veel, hè? Ik kan heel veel. Goed zo. En dan ga je heel erg genieten. Vind je het niet koud buiten? Nou, ik vind het wel koud, ja. Ja. Maar, stoere jongens, dat maakt niet uit, toch? Nee. Doe je best, zou ik zeggen. En veel plezier, hè? Oké. Volgens mij is het een hele drukte hier zo. Ja, dat kunt u wel zeggen, ja. Ik heb ook het idee dat we als enige ijsbaan zo'n beetje open zijn in de hele regio. Want ze komen overal vandaan. En iedereen mag op de baan? Nee, alleen de leden. Ze moeten dus lid worden of ze zijn lid. Dat is een beetje sneu, hè? Voor wie? Voor degene die net weggingen. Maar goed, dat is het risico natuurlijk. Als je geen lid bent van een vereniging, dan mag je er niet op als het alleen voor leden open is. Oké. Hoe is de kwaliteit van het ijs? Nou, het is natuurlijk niet optimaal, maar het is prima te doen. Het wordt met de dag iets beter. Het vriest niet zo hard. Maar de komende dagen verwachten we toch iets meer vorst. En dan denk ik dat het prima is. Dan gaat het de rest van de sneeuw er ook allemaal af. Ja, hebben jullie heel veel aanmeldingen vandaag? Nou, het loopt stormen, dat kunt u weer zien. We zijn hier om iets voor alle twee begonnen. Nou, we hebben alleen maar files gehad, zeg maar, bij de inschrijvingen. En we zitten met 3 man in te schrijven. Goed zo, ik ga eens even kijken naar Jetsen, want Jetsen is natuurlijk zo sportief. Ik ben net uit de trainingskamp met mijn jeugd geweest 2 dagen. Dus ik zit nog gelijk weer in de prijs bij TOG. Nou, dat is toch geweldig? We hebben een judo weekendkamp in de sportschool gehad met zo'n 60 deelnemers. We hebben daar geslapen, gegeten en gedronken. Speurtochten gedaan hebben met de judoka's en we hebben heel veel gejudo'd. Lekker warm eten gedaan, lekker ontbijten. Maar ja, vanmorgen ging om 3:15 van slapen vanmorgen. Maar een half uur moesten we aan de 7 moesten ze hardlopen. Hè? Nou, we hebben een geweldig weekend gehad, uniek. En nou vandaag hier, schaats jij zelf ook nog? Jawel. Je lacht erbij alsof je wil zeggen van, waarschijnlijk 's nachts of niet? 'S nachts slaap ik meestal wel, ja. Maar ik doe met veel plezier, hè, weet je wel. Dus, Oké, ik zou zeggen van, dat blijft mijn hobby, hè? Sporten, hè? Goed zo, Jetsen. Ik zie één schaatsen en de ander nog niet. Hoe kan dat? Ik niet. Moet dat nog gebeuren? Ja. Heb je er zin in? Ja. Nou, heb jij ook zin in schaatsen? Ja hoor. Is het de eerste keer van het jaar? Ja. Jongens, zet hem op, hè? Aan het schuiven? Ja, toch wel heel druk aan het schuiven, ja, want je blijft ermee bezig, hè. Dus het gaat allemaal net. En omdat er nog maar zo weinig ijsbanen open zijn, krijg je natuurlijk heel veel mensen die graag willen schaatsen. Dus dan wordt het wel heel erg druk, hè, als je dan voor iedereen open gaat. En vandaar dat we ook alleen maar voor de leden open zijn. Dan hebben jullie wel heel veel leden. Ja, wij hebben ook heel veel leden en dat zijn we ook hartstikke blij mee, want daar kun je de baan ook van onderhouden. Dus dat moet ook. En jullie maken hele mooie, hoe noem je dat? Nou, dat doe ik liever niet. Ik heb liever alle sneeuw eraf. Maar we kunnen er nog met niet die machines op waar weer de sneeuw eraf gehaald wordt, kunnen we er nog niet op. Dus het ijs is nog te dun eigenlijk om met wat zwaardere machines erop te gaan. Het is niet gevaarlijk voor zo'n grote groep mensen? Nee, dat gaat wel goed. Dus we hebben gezegd dat het open, dat het kan en dat het veilig is en dan is het goed. Hoe heet jij? Thomas. Thomas, vanmiddag voor het eerst op de schaats? Gisteravond al. Je kan er niet genoeg van krijgen? Nee, elke dag maar. Je moet gewoon schaatsen. Je bent ook lid van TOG? Ja. En wat vind je nou het leukste aan schaatsen? Want het is een koude wind.
Ja, nou, het is lekker. Je blijft goed in beweging. Het is gezond. Dus je hebt er ook veel lol van. Ben je alleen of met vriendjes? Ik ben hier alleen. Ouders komen zo ook nog. Gezellig, met de hele familie schaatsen. Ja. Hè? Veel plezier nog. Met het hele gezin aan het schaatsen, om het in ieder geval om het te proberen. Ja, te proberen, hè, de kinderen. Hè? Is dat de eerste keer op de schaats? Ja. Ja, hè? En hoe vind je dat? Leuk. Leuk, en hoe vindt papa en mama dat? Ja, ook leuk, maar koud. Is er nog geen schaats aan? Nee, ik ben zwanger, dus ik durf het niet aan. Hou het voorzichtig. Oké, maar het is wel leuk zo, toch? Ja, we hebben eventjes gelukkig kunnen stoppen. Wie bent u? Ik ben Rick van Dijk. Rick van Dijk. Volgens mij, Orange Baby zie ik. Wat nog meer? YCC voor Gids. Goede doelen schrijven wij voor de YCC. Aanstaande vrijdag is onze tocht. En wij schaatsen voor Ronde met Donnershuis en Orange Babies. Doe je dat met een groep? Ja, we zijn dit jaar met 105 schaatsers. Allemaal eigenlijk uit bijna heel Nederland, maar het grootste gros komt eigenlijk uit deze omgeving. Waar trainen jullie? Op dit moment afgelopen maanden in Dronten. Ja, en in het weekend op de fiets. Al wat bijeengehaald of nog niet? Wat zegt u? Hebben jullie al wat bijeengehaald? Aardig op weg. Zelf zit ik met een groep van 4 op 10.000 euro. En ja, we zijn met 105, dus we hopen in ieder geval boven de ton uit te komen. Geweldig. Nou, ik zou zeggen, want dit is natuurlijk een mooie gelegenheid om even te trainen hier, hè? Ja, net voor op het laatste moment nog. Het is de eerste keer dat ik op de natuurreis sta, in ieder geval dit seizoen. En hoe bevalt het? Ja, goed. Het is kwaliteit? Hoe is het op de reis? Nou, die is aardig goed. Ja hoor. Het is erg druk. Is niet erg. Hè, want het is de eerste keer, dus het is niet voor de snelheid, voor de training, maar het is net even voor het gevoel. We houden je niet langer op. Kan je nog even in beweging zijn? Dank u wel. En veel succes met de actie. Dank u wel. Ja.